waardeloos. Neemt u me niet kwalijk, meneer Boma, maar we kunnen de schade nog beperken. Nee, Paul, bij besluit staat vast. Bent u zeker dat het de juiste beslissing is? De juiste beslissing is mijn beslissing. Wie is er door de patroon af? Ja, meneer Boma, u hebt al zo lang niet meer die... Ja, ik heb mij al veel te lang laten begeleiden door specialisten. Vanaf nu neemt Balthazar Boma zelf het stuur bij de horens. En je zult zien, zowel mijn persoonlijk imago als mijn succes zullen radicaal veranderen. En als ik zeg radicaal, is het radicaal, hè? Enfin, we hebben het geprobeerd, hè. Kom, ga nu maar terug naar uw werk en laat het mij weten als er nog problemen zijn. Als je mij vandaag nog nodig hebt, ik zit bij de kampioenen. Dat zijn nog zo'n specialisten. Pascal, overdrijf je niet een beetje, zeg. Stinkt hier. Zonder die reukaarsen hou ik dat hier geen minuut langer uit. Het is hier precies scherp een heuvel. Ja. Ons neerroken, hè. Heeft al 3 dagen een lopend neusje van die stang. Nou, zeg. Zelfs het bier smaakt ernaar. Zeg, Pascal, voor mij moet je niks meer inschenken. Je moet daar iets aan doen, hè. Straks blijven de klanten weg. Ja, wat kan ik daar nu aan doen? Ik weet ook niet van waar het hier reuk komt, hè. Zoek dat dan uit. Ja. Alsjeblieft, Carmen, ik heb al koppijn. Ja, dat ligt niet aan mijn wierookstok. Ja, maar helpen zal het ook niet. Jawel, dat houdt zijn slijmvliesjes droog en dat maakt zijn ademhalingswegjes open. Carmen, heb jij nog van die stokjes? Ja. Ja, maar hey, zeg, wacht 2 minuten. Niet in mijn café, hè. Bon, dan doe jij uw café maar alleen. Salut. Ja, maar Pascal, in mijn training dan? Allee, waarom is die nu zo kwaad? Ja, maar was dat wel verstandig om een occasiepomp te kopen? Oh, natuurlijk, Georgie. Je weet toch dat je op mij kunt vertrouwen? Van een bak? Ja. Ik had toch een schoner model gekozen, zeg. Wat gaat er nu over hoe dat die pomp eruit ziet, maar wat eruit komt? Zijn we het zo? Ja, dat begint al, hè. Daar, ik ben toch bezig? Had je de doos laag weg? Oh, ik weet het, ik weet het. Je moet zien hoe die modder brubbelde, hè. Bloep, bloep, bloep. Dat zijn die brubbels van dat bier dat je nu je kop hoort broebelen. Ik heb ze niet gehoord, de brubbels. Hè. Ik heb ze gezien. Oh, nee, kom. Zwans neer, Xavier. Je waart er met mijn kop weer niet bij. Ik zat maar met een kop in de olie. Ja, dat is dan niet de eerste keer. Xavier, je hebt mij diep teleurgesteld, hè. Zeg, het was toch maar training. Een training is even belangrijk als een match. Inderdaad. Ja, allee. De voorzitter wilde ook nog iets zeggen, hè. Dat oliefoefje, hè, waterslager. Dat is een goedkoop excuus. Ja. En de tijd van de goedkope excuses is voorbij. Wie niet meer rendeert, vliegt eruit. Copri? Oui. Ja, maar. Dat zeg, je staat in de gondel op ballen te pakken, hè. Dus je pakt ze of je vliegt. Het is mijn schuld toch niet dat er in uit dat gat... De slechte keeper is slecht voor de reclame. Als manager kan ik mij dat niet permitteren. Business is business. Business, dat is business. En ik met de woorden uit met een mondwater, collega. Komt er uit uw grond misschien ook olie? Olie? Nee, ik verkoop naft. Dus vanaf morgen pure naft aan zeer interessante prijzen. Hè? Ja, bij DDT is de naft oké. Naft, dat kun je toch overal krijgen. Binnenkort kom ik met iets op de macht. Hè? Dat kun je nergens krijgen. Ja, je hebt toch weer geen nieuwe auto gekocht, zeker? Zet eens op, ik heb mijn nieuwe op maar 2 weken. En waar gaat je mee op de markt komen, Balthazar? Dat kan ik nog niet zeggen, I'm very sorry. Ja, ze breken nieuwe tijden aan voor Boma Industries. Ja, de tijd van de prutsers is voorbij.
Je maakt me curieus. Dus beste vrienden... Dimitri, gaat jij er een geven? Nee, dat moet niet. Eentje, dat is genoeg. Zeg, Xavier. Ja, ik kom. Onder ons. Koud is voor de gek, hè? Ik zweer u dat er in mijn gool uit de grond vettige troep brubbelde. Ja, precies, olie. Olie? Dimitri, moeit er u niet mee. En dat komt allemaal dus uit de grond? Ja, olie. Van dat spul waar dat jij de dag mee smost. Het is niet waar, hè? Zeg, wat krijg jij nu? Maar waarom komt dat geen afstand uit mijn pomp? Mijn tank lekt. Ja, maar dat komt van u, hè, die olie. Maar dat is geen olie, dat is naft. Ja, zie je dat ik gelijk had? Dan moet ik u schadevergoeding vragen, hè, voor het vervuilen van mijn grond, hè. Zeg, maar wacht eens. Dus daar komt die stank vandaan, van dat gezoemel met uw pomp. Ik moet mijn veterinairskosten terugbetaald krijgen van ons neer. Ja, zeg, ik stink niet, hè. Al hebben we een af, die stinkt niet. Dat stinkt niet meer dan bedorven vlees. Ja. Die aan dwalen de traderie. Je kunt allemaal de pot op. Amai, dan ga ik die nog meer stinken. God, het stinkt hier. Vind je dat? Ik heb het niet over die worsten, maar over die stank die hier al een hele week hangt. Ja, Pascal begint daar nu weer niet over. Zeg, kom, stank of geen stank, het eten is klaar. Smakelijk. Waarom zijn jij zo opgetut? Ik blijf hier niet in die stank zitten. Ja, maar je hebt nog niet gegeten. Oh, ik zal bij ons Madeleine wel eten krijgen. Nou, zeg, nu zit ik hier met drie worsten. En wel, vandaag krijg jij er twee. Ja, maar zeg... Hoi. Ah. Baas, hè, dat stinkt hier. Ja, kom, dek de tafel al maar. Worsten? Ja, vers gebakken. Boah, ik ga wel met Patrick een friet eten. Ja, maar, jij toch graag worsten? Ja. Wel dan? Je moest eens weten wat ze daar allemaal in draaien. Ik ben met een artikel bezig, hè, voor Publitime. En dat is puur een afval. Allee, smakelijk, hè? Ja, maar zeg... Och. Die affiches heb ik nog nooit gezien. Ja, die moet jij ook nog niet zien, hè, curieuze dus. Binnenkort zult je wel weten met wat ik bezig ben. Dat je zo paf staat. Ah ja? Ja, mijn gedacht. Mijn eerste eigen allround Boba-product. Mijn eigen idee, mijn eigen concept, mijn eigen recept, mijn eigen promotie. Het zal gedaan zijn bij lachen. Zijn je al weg? Ik ga een klein boodschapje doen, is het gepermitteerd? Ja. Iedereen moet al eens een klein boodschapje doen, hè, meneer Boma. Meneer Boom! Hallo, met de secretaresse van meneer Boom, hè? Nee, hij heeft mij juist aangeworven, ja. Ah, nee, dat zal niet gaan. Hij is een klein boodschapje gaan doen, ja. Ja. Of ik een berichtje wil doorgeven? Ja, dat zeker, hè. Het probleem van de stank kan alleen opgelost worden door het plaatsen van een nieuwe filter. Die stank? Ja, ik heb het maar al te goed begrepen, meneer. Ja. Oh, meneer Boma, zei het al terug? Ja, het was telefoon en ik dacht... Ja, kom, geef maar hier. Het gaat over die filterinstallatie. Ah, bom, geef maar hier. Ja, en het gaat over die stank. Stank? Welke? Ik weet van geen stank. Ja, maar het schijnt, ja, hè, dat... Het schijnt dat jij betaald wordt op de kuisen. Carmen, dus begin maar aan de slaapkamer. Ja, maar die meneer aan de telefoon Carmen, heeft... Carmen, alstublieft. Ik ben u straks terug. Kom er maar uit, Dimitri. Ja, kom er maar uit. Kom. Ah, komt je nu al tanken? Dat is pas morgen, hè? Luister, Dimitri, dat moet gedaan zijn met die stank. Voilà. Ja, ik heb je toch al gezegd dat... Als je niet wilt dat ons neerroken u bijt, of ons Carmen, dan zul er dringend iets aan moeten doen, hè? Ja, en ons Pascal, die kan er ook niet mee lachen, hè? Kom
aan, hè, mannen. Dimitri heeft toch al gezegd dat die stank niet van hem komt? Voilà. Kom, Doortje. En jij gelooft dat? Ja, ik geloof voilà. Dat. Dank u, Doortje. Ja, maar wacht. Ik geloof dat niet. En ik ook niet. En ik zeker niet. En die naft in Savier zijn goal. Die komt ook niet van hier, zeker? Jawel, maar dat is ja, allemaal... Maar, dat is levensgevaarlijk, hè? Dat kleiplaske. Oh, wat gebeurt er als ik in dat kleiplaske lig? En er gooit iemand een brandend sigaretje in. Wat dat lang opgedroogd? Ik heb dat lek gerepareerd. Ja, dat kun jij wel zeggen. Ach, zal ik bewijzen, hè? Kom eens mee, kom. Hey, ons Doortje heeft zelf gezegd dat er geen druppel uitkomt. Dat was maandag, hè? Zeg, hoe komt dat, denk je? Omdat er een lek was. Voilà, machtbaar. Zeg! Wat is dat, een muis gezien? Nee, ik heb nieuws. Boma, zijn filter is kapot. Nou wel, dat was ferm de moeite, hè? Nee, je begrijpt het dan nu niet? De stank die heel de buurt hier verpest, komt niet van DDT, maar van Boma zijn fabriek. Wat blijft? Nu ja, zeg. En van wie weet jij dat? Dat mag ik niet vertellen. Ik weet dat uit vertrouwelijke bronnen. Kom, hè, vertrouwelijke bronnen moeten we weten hoe dat er. Een hypocriet, hè? Maar wacht. Wacht eens. Ik zal het hem eens recht in zijn gezicht gaan zeggen, ga je gaan zeggen, Oskar? Beste vrienden, dit is de big day voor Bobaworst. Jullie hebben de eer als eerste de geboorte mee te maken van Boba's jongste baby. Komt dat uit een doos tegenwoordig? Dames en heren, mag ik u presenteren de Boba Light Worst. Ontworpen, geproduceerd en gepromoteerd door Balthazar Boba. Marcel. Allee, kom, proef er een keer van, kom. Neem gerust. Het is gezond en je wordt er slank van. Doortje? Allee, onze voorzitter denkt aan de gezondheid van zijn medemens. Dat is zeker, Pico. Een goed manager tegenwoordig denkt aan de gezondheid van zijn omgeving. En die stank behoort niet tot de omgeving. Stank? Wat voor stank? Die stank van uw fabriek. Wij weten alles over uw filterinstallatie. Kijk eens, die worst smaakt precies zoals die stank riekt. Pardon, Carmen, dat is een excellente worst. Hè? Ik heb persoonlijk de samenstelling goedgekeurd. Ja, persoonlijk. Ja. Zo te horen kent je evenveel van worsten eruit dan van voetbal. Ah, meneer Boma. Jij moest u schamen, jij. Heel de buurt hier verpesten met uw stankgolf. Heb jij dan geen verantwoordelijkheidsgevoel? Ja. Wat ja? Ah, wel, maar wat ons Bieke zegt, hè? Ja. Oskar? Ja. Houd uw mond. Ja. Voorzitter, hetgeen Oskar zegt, hè, dat denkt hier iedereen. Ja. Bergedacht. Wat doet de mens? Wat voor de gezondheid van zijn medemens? En wat krijgt de mens? Stank voor dank. Maar nu zijn je te ver gegaan, hè? Ik moet eens ruiken. Wat is dat? Boma zijn nieuwste baby, Boma Light. Ah, wel, dat ga ik eens laten onderzoeken, hè. Dat kan nog interessant zijn voor mijn artikel. Toch
last van de stank, meneer Boma. Nee, gewoon een fris geurtje. Wat is het? Er is bezoek voor u. De kampioenen. Zal ik ze binnenlaten? Nee, nee. Vraag gewoon wat ze te zeggen hebben. We gaan ons niet laten doen, hè, mannen? Nee, 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 nee. Zeker niet. Maar we moeten dat wel tactisch aanpakken. Hè. Oh. Allee, voor wat is het? Kan je ons niet binnenlaten? Meneer Boma heeft interessanter dingen te doen. Ah, zit dat zo? Ah, wel, zegt u mijn baas, hè, dat wij hier niet vertrekken voor leer die zaak met die filters opgelost. Ah, voilà. Goed. Hè? Ze eisen dat je direct die filterkwestie regelt, of het zal u een beste dag missen. Wat denken die pottenstappers wel? Als ze niet direct hun excuses aanbieden, hè, dan heb ik ze niks meer te zeggen. Gaan ze dat maar eens zeggen. Goed. Als je binnen de 1, 2, 3 niet excuseert, dan kun je met heel je prutsploeg de pot op. Als dat zo zit, dan spelen wij niet meer. Dat is goed gesproken, Xavier. Voilà. Zolang er stank is, hè. Geen voetbal. Voilà, dat dan dat in de sausjes draait. Goed. Als jij denkt dat de kampioenen nog voor u willen shotten, dan zijn ze mis. En Oscar heeft gezegd dat uw worsten op niks trekken. Hebben ze dat gezegd? Zij heeft gezegd dat jij gezegd hebt dat je niet meer wilt shotten. Het is te zeggen, zolang het nog stinkt. Hè. Dan heb ik goed nieuws voor u. En het slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ik mijn filterinstallatie zal remplaceren. En het slechte nieuws is dat mij dat zodanig veel geld zal kosten dat ik FC De Kampioenen zal moeten supprimeren en zodoende het café en het veld verkopen. Salut. Allee. Nu probeert de mens eens om diplomatiek te zijn. En hoe is het geweest? Ik heb hem zijn filter vervangen. Ja, en hoe? Wat dan? De bal wil alles verkopen. Allee, Borre. Je hebt dat verkeerd aangepakt, Oscar. Ik heb het toch gezegd. We staan op straat, hè. Oh, dat heeft hem al zo dikwijls gezegd. Ja, maar deze keer meende hij ze. Ik heb hem nog nooit zo kwaad gezien. Jullie was kwaad. Maar waarom wil die ons buiten zetten? Ja, om die nieuwe filterinstallatie te kopen, hè. Oh, dat kost toch niet zoveel? Nee. Die wil ons alleen onder druk zetten. Ja, voilà. Maar we geven niet toe, hè. Proficiat, Pico. Ja, wacht eens. Uit. De mens geraakt toch gewoon aan die reuk, hè? Ah, nee, pa. U trekt je niet terug, hè. Zeg, en als ik nu eens met Balthazar zou gaan klappen? Jij? Wat kun jij daar nu aan doen? Oh, nee. Geen tekken aan, hè. Enfin, Oscar, je weet toch dat Pascal de enige is die Boma van gedacht kan doen veranderen? Boma, hé, dat is een stukje smeltende chocolade in de handen van Pascal. God weet waarom. Pascal gaat niet naar de bal. Over mijn lijf. Hallo, Balthazar? Ja. Ik ben het, Pascal. Ja. Zijde jij alleen, Balthazar? Ja, waarom? Ik ben ook alleen. Helemaal alleen. Is er iets? Zijde jij nog kwaad op mij, Balthazar? Ik ben het niet kwaad op u, Pascal. Anders noemde jij mij altijd Pascalleke. Pascalleke? Balthazarke, ik zou eens heel graag met u een babbel doen. Zo met ons tweekes. Balthazarke, ik heb u nodig. Zal ik direct komen? Nee. Vanavond. Oscar die gaat trainen bij de leeuwkes.
En dan blijven ze daarna pinten pakken. Zal dat gaan? Hm? Pascalke. Tot straks dan, om 8 uur, Balthazarke. Allee, Oscar, je krijgt dan toch een goesting, zeg. Pascal gaat niet naar Boma. Boma komt naar hier. De vloeistof vermengt zich circulair met zijn omgeving. Hoe zit je nu weer aan het doen? Ja, ik ben hier de gaten aan het dichtmaken van die slang, hè? Gaat dat met zoiets? Met dat product kunnen de gaten dicht in een radiateur. Dus ik zie dat in mijn slangen dat is gebakken, hè? Zit je zeker dat dat werkt? Dat is te proberen, hè, Doortje. Hier. De vloeistof vormt een waterbestendige film. Ah, waterbestendig, maar benzine, dat is geen water, hè? De film is de film, hè. Zorg jij maar dat die film van u goed afloopt. Ja, Pascal, ik vind u toch dat je een beetje overdrijft, hè. Je kunt toch iets aandoen, iets minder, hier, hè? Nee, dat is heel goed, Pascal. Je moet laten zien wat je hebt, hè. Ook al is dat niet veel. Allee, jongens, microfoontje is afgesteld, hè. Maar waar gaan we het verstoppen? Hier in mijn hand. Maar jij blijft straks toch niet in de living, zeg. Ja, waarom niet? Ik kan toch in de hoek zitten hier? Nee. Kom hier, steek het dan in deze lamp, hè. Ja, en als ze dan in de canapé komen zitten, dan horen we niks meer. Kunnen ook aan tafel zitten, hè. Maar allee, pa, voor een tijd dat tijd is dat toch niet interessant, hè. Moet je er nu niet mee gaan. Ons Bieken heeft gelijk. Ik vind dat ik mobiel moet kunnen zijn. Hier, steek het maar in mijn decolleté. Er zal hem zeker niet komen zien. Dat is anders de eerste plaats waar ik wel zou gaan zien. Jij bent een profiteur, jij. Allee, kom. In uw decolleté dan maar. Ja, kom, geef maar hier, kom. Daar heb jij geen verstand van en Pico is dat gewoon. Wat wilde jij daarmee zeggen, Pascal? Uwe Pico is toch technieker of niet soms? Ja, kom, het is al goed, kom. Laat maar los, kom. Het is goed, voilà. Ja, mannen. Boma Light is er, hè? Allee, succes, hè? Ja. Zeg, Pascal, doe je best, hè? Allee, Oscar, waar wacht je nog op? Het is maar om te zeggen dat je niet ongerust moet zijn, hè? Ja, waarom zou ik niet ongerust moeten zijn? Ja, een mens weet dat nooit. Maar ik hoor alles via de microfoon en als er iets is, dan kom ik, hè? Het zal niet nodig zijn. Ah, ga. Ja. En vergeet niet dat je een getrouwde vrouw bent, hè? Dag, Oscar. Ja. Oh. Pascalke. Pascalke, c'est moi. Kussen. Ja. In orde. Kom. Dan wou ik op de staan. Ja. Oké. Ziet ge. Ah, dat mijn berg. Dat had je nu toch niet moeten doen. Van cognac worden warm van binnen. Ja. En Balthazar. Het is waar. Jij weet van wanten, hè? Oh, alleen maar. Lekker poetje. Balthazar, uw schoonbroek. Het is niks, dat gebeurt wel weer. Je moet dat niet meer inzitten.
dat er niemand was. Haha, Dimitri. Moest jij mij hebben? Ja, het is om te zeggen dat mijn nafpomp morgen officieel wordt geopend. En iedereen krijgt een half liter gratis. Het is goed, de trebbige jongen. Is dat alles? Ja, dus een ganse halve liter, hè? Dus morgen vroeg om 9 uur. Ja, Dimitri, ik zal het zeggen tegen Oscar, ja. Ja. Ja, ja. 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 Doe maar verder. Excuseer. Zeg, Oscar, weet jij dat die vrouw daar met bomen in de kamer? Maar kom nu niet, hij komt makkelijk. Kost uw filterinstallatie nu zoveel dat ik het café moet verkopen? Zeg, die echt? Wel, wat scheelt er dan? Ja, ik heb geld genoeg, hè, Pascalke. Dat weet jij goed genoeg, hè. Oh. Ze hebben mij gekrenkt, voilà. Ze hebben mij diep, diep, diep gekrenkt. En wie heeft er u gekrenkt? Ja, iedereen. Iedereen. Ten eerste, ze vinden bij de Boba Light niet lekker. Daar zou ik het van krijgen als ze beginnen tegen mij van... Je hebt geen verstand van business te doen, hè? Die pottenstappers, waar gaan we naartoe? Allee, Balthazarke. Je moet u zo niet opwinden. Pascalke. Ja. Vind jij bij de worst lekker? Ja, ja, Balthazar, heel lekker. Pascalke. Ja. Jij bent een vrouw met goede smaak. Allee, Balthazar. Jij gaat mij nog sop maken, hè? Oh. Wat, hè? Nee, maar je moet oppassen waar dat je voeten zit. Oh, pardon. Ja, ik zal zelf zijn de filter eens gaan vervangen. Oscar! Je gaat alles verpesten, hè? Dat is spijtig. Allee, kom op. Wat zoekt u? Mijn micro. Mijn microcontactlens. Ah, ik wist niet dat jij contactlenzen droeg. Oh, nog niet zo lang, Balthazar. Een week of zo. Xavier, Pico, Doortje. Hoe was de training? Wow. Wat doe jij daar op de grond? Ik ben mijn... Nee, jij niet. Hij daar. Ik, Oscar. Niks. Wat dacht je misschien? Ja, wat moet ik daar nu van denken als je bij mijn vrouw op de grond ligt? Oscar, wij lagen niet op de grond. Wij zaten op onze knieën. Ja, Pascalke was haar contactlens kwijt en ik kan haar gewoon zoeken. Zeg. Als je dat van mij denkt, dan ben ik weg, hè. Helaas. Zeg, sinds wanneer draag jij contactlenzen? Oh, voor ons. Onnozelaar. Je hebt toch weer alles verknoeid, zeker? Ja, natuurlijk. Oh, wat nu gezongen? Ja, je hebt het gehoord, hè. Hij voelt zich diep beledigd, dus iemand zal zijn excuses moeten aanbieden. Ja. Ja, maar ik niet, zeg. Mijn excuses aanbieden? Over mijn lijk. Ja. Zeg, Pascal, moet dat niet echt op deze manier? Ja. Ja, maar ik weet wel... Stop nu met tegenpruttelen. Daar is hem. Kom, stap in. Ja, maar dat is hier geen wachtzaal, hè? Voorzitter. Er zijn in het verleden dingen gebeurd die niet hadden mogen gebeuren. En daarom wil ik u in naam van heel de ploeg zeggen dat het ons spijt. Ja. Ja. Ja.
Zijt je nog altijd van mening dat ik geen verstand heb van business? Zijn dat een manager van het jaar geweest? Nee, je zijn een hele goeie. En wat vind je van mijn Boba Light? Oh, lekker gezond. Ons neerroken, hij wil niks anders niet meer eten. Allee, het is goed. Ik zal de ploeg niet supprimeren. Oh. En om nog een keer mijn goed achter te tonen, hè, ik zal mijn filterinstallatie laten repareren. Is het nu goed? Mag ik dan nu misschien beginnen te tanken, ja? Ja. Meneer Boma. Ja? Balthazar Boma. C'est moi. Frans Liebaert, eetwareninspectie. Ik kom net van uw fabriek. Ah bon? Het gaat namelijk over uw Boma Lightworst. Ja, 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 ja. Die bevat sulfiet? Ja. U weet toch dat dat wettelijk ten strengste verboden is? Ja, maar zoveel zit er nu toch niet in, hè? Meer dan genoeg, meneer Boma. Ik vrees dat wij uw volledige stok zullen moeten aanslaan en vernietigen. Vernietigen? Ik begrijp dat u zelf niet verantwoordelijk bent voor de samenstelling van uw worst. Maar dit is toch geen manier om uw bedrijf te runnen? Ik zie u straks op fabriek. De DT gaat er nu nog tanken op, hoe zit dat hier, joh? Dat is precies een klein probleempje hier. Ja, als ik het niet allemaal zelf doe, hè. Wat beter is zelfservice kopen, sukkelaar. Dat is verstopt. Zeg, als een flipperkast niet werkt, dan shotten ze daartegen. Kom op! Zeg! Dat liever al samen betalen, de trammerie, ik zweer het u. Het is niet waar, hè?